Ik denk dat bij die begrotingsbehandeling door de woordvoerder van PVV... we mensen hebben kunnen zien waar de PVV echt staat als het gaat over de oorlog in Oekraïne. En waar staat vooral, ze dan volgens u? Nou, dit was toch het geluid dat het Kremlin graag hoort. Daar moeten we denk ik gewoon eerlijk over zijn. Mevrouw Ollongren, wij zitten nu midden in een nogal ingewikkelde kabinetsformatie, om het maar even voorzichtig te zeggen. Daar weet u alles van, ja. Van ingewikkelde kabinetsformaties. Wat heeft die formatie van 21 gedaan met uw ministerschap, met hoe dat begon? Ik denk heel weinig, heel eerlijk gezegd. Want toen we eenmaal begonnen, dit nieuwe kabinet, en ik de portefeuille Defensie kreeg, heb ik me meteen daarop gestort. En we waren nog maar een paar weken bezig of Rusland viel Oekraïne binnen. Dus ik denk als iets mijn ministerschap tekent, is het vooral dat. Sigrid Kaag zat op die stoel en die zei, we waren al moe toen we eraan begonnen. Na die formatie, die ook door dat stuk dat u onder uw arm had, waarmee u gefotografeerd werd, ingewikkeld was. Herkent u daar iets van? Nou, het was een hele ingewikkelde formatie. En daar heeft dat moment, dat is zeker een katalysator geweest van iets wat natuurlijk onderhuids al speelde. En ik denk dat er veel ingewikkelde elementen in zaten. Onder andere partijen die elkaar uitsloten of die combinaties van partijen uitsloten. En heel eerlijk gezegd is dat natuurlijk wat we nu ook weer meemaken. Ik weet niet hoe deze formatie zal gaan. We zijn op zich wat gewend in Nederland. En de recordhouder is nog altijd België. Dus het is helemaal niet gek dat het in rondes gaat. Maar spannend en moeilijk is het nu ook weer. Hebt u getwijfeld of u weer minister moest worden? Nee. Geen moment? Nee. Want Sigrid Kaag belde u? En... Ja. Ik heb niet getwijfeld en dat kwam door de portefeuille die zij mij aanbood. Defensie. Ik heb wel eens met haar daarvoor ook gesproken en gezegd, er zijn voor mij portefeuilles die ik geweldig interessant vind, die ik heel graag zou willen doen. En er zijn andere portefeuilles waar je beter andere mensen voor kunt vragen. Dus zij wist welk antwoord ik zou geven. En Defensie was een van de portefeuilles die u heel graag wilde. Ja. Waarom eigenlijk? Nou, omdat ik Defensie ontzettend belangrijk vind. Omdat ik zag in de wereld om ons heen de geopolitieke ontwikkelingen. Het belang van de krijgsmacht, van de internationale organisaties waar we lid van zijn. En u bent D66'er, dus niet echt heel typerend voor D66. Nee, maar u weet ook dat de vorige minister van Defensie op D66 was Hans van Mierlo. Dus het is in D66 kringen zeer gewaardeerd juist, deze portefeuille. Ja. Mijn voorbeeld is van Mierlo. Nee, maar even los daarvan. We vinden bij D66 denk ik juist die internationale context heel belangrijk. Dus internationale samenwerking is vaak iets wat wij juist promoten, op allerlei vlakken. We staan samen sterker. Of dat nou in de Europese Unie is, of in de NAVO, of in andere verbanden waar we samenwerken. En dat geldt voor de krijgsmacht bij uitstek. En bovendien hebben we natuurlijk op ingezet, ook in de onderhandelingen, om meer te investeren in Defensie. Dus ja. Ik ging uit van een periode waarin ik echt fors kon investeren in de krijgsmacht, echt kon bouwen aan iets waar dat ook hard nodig is. Het is natuurlijk nog belangrijker geworden eigenlijk. Ik noemde al de inval van Rusland in Oekraïne. En de geopolitieke context is ook echt niet rustiger geworden in de afgelopen 2 jaar. Nee, want u stond net op het bordes eigenlijk en toen viel Rusland Oekraïne binnen. Wat is dan het eerste wat je doet als minister van Defensie? Nou, het eerste wat ik deed, en toen was die inval nog niet geweest, was eigenlijk om mij op dagelijkse basis te laten briefen over wat daar aan de hand was. Want we zagen natuurlijk ook gewoon in het openbaar dat Rusland daar aan de grens iets aan het opbouwen was. Het was natuurlijk speculatie, gaat hij nou echt aanvallen of niet? Poetin zei van niet. Oekraïne zelf was ook nog hoopvol dat ze het konden afweren. Maar daar begon het eigenlijk mee. En vanaf het moment, en ook daarvoor al, dat we er in het kabinet en in de Kamer over spraken, hebben we eigenlijk ook heel snel gezegd, dit is zo'n serieuze dreiging, we moeten Oekraïne gaan helpen, we gaan wapens leveren aan Oekraïne. Ik denk dat dat een van de allereerste besluiten is die we hebben genomen. Dat was nog voor de inval? Dat was voor de inval, ja. En die dag de 24 februari toen het echt gebeurde. Wat gebeurde er toen in het kabinet? Nou, die dag, dat was eigenlijk de nacht van 23 op 24, werd ik gebeld. Ik heb gebeld ook met de minister-president. We hebben natuurlijk meteen besloten dat we een kabinetsvergadering moesten beleggen de volgende ochtend. Om de situatie te bespreken, om ons te laten briefen. Ook door de veiligheidsdiensten en door de commandant der strijdkrachten. Dus dat is het eerste wat we hebben gedaan. Maar parallel daaraan natuurlijk contact gezocht met alle internationale partners. Juist om te kijken of we in wapenleveranties of andere zaken dingen konden doen om Oekraïne te helpen.
Na de inval leek het wel alsof het sentiment over Defensie veranderde. Alsof ineens iedereen Defensie vreselijk belangrijk begon te vinden. De omzwaai was natuurlijk al een paar jaar daarvoor ingezet. Toen er ineens geld bij kwam bij Defensie. Dat werd nu versterkt door de inval en door wat daar gebeurde. Wat hebt u daarvan gemerkt? Ja, je kunt zeggen inderdaad dat 2014 was denk ik het dieptepunt zeg maar, in het budget voor Defensie. En daarna is het voorzichtig omhoog gegaan. Maar pas bij het aantreden van dit kabinet is dat met een grote stap gebeurd. Na de invasie. Is daar nog eens door de Kamer een schepje bovenop gedaan. U werd ineens belangrijk. Ik vond het een hele belangrijke portefeuille. Maar we hebben tientallen jaren vooral bezuinigd op Defensie. En dat betekent dat de krijgsmacht fors was uitgekleed. En dat heb je niet van de een op de andere dag hersteld. En daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar het is wel heel belangrijk. En ik vind het alleen maar goed hè, dat het gezien wordt. Dat er draagvlak voor is, breed in de politiek. Maar ook maatschappelijk. Want het is heel hard nodig. Het is nodig voor onze veiligheid hier in Nederland. En het is nodig om te laten zien dat dat bondgenootschap, de NAVO, dat dat serieus is. Een defensief bondgenootschap, maar wel met de middelen om die afschrikking op orde te hebben. Het klinkt misschien een beetje akelig, maar kan je daar als minister dan politiek gebruik van maken van wat daar gebeurt in Oekraïne? Nou, ik denk eigenlijk dat dat niet eens politiek gebruik maken is van een situatie. Maar dat het onderstreept dat wat we wilden doen, dat het ook echt moest. En dat inderdaad de Kamer ook gezegd heeft, fijn die stap of dat bedrag erbij, die miljarden erbij. Maar wij doen nog een schepje erbovenop. Want wij vinden dat we die 2% moeten halen van de NAVO. En dat heeft geleid tot dat we uiteindelijk 5 miljard structureel erbij hebben gekregen. Maar dat is een heel eind in de goede richting. Maar merkt u ook dat er iets gebeurde met uw positie? Werd u relevanter? Werd u belangrijker in het kabinet? Nou, dat durf ik niet zo te zeggen. Ik denk dat er altijd in ieder kabinet is er een soort van driehoek tussen het ministerie van Algemene Zaken, dus de minister-president, het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie. En dat hoort ook zo te zijn. Maar je kunt natuurlijk wel meer doen. Hè. Op het moment dat je meer budget hebt, ook meer kunt leveren. Dat vind ik zo leuk aan Defensie zijn. Je praat niet alleen maar. Maar je kunt ook daadwerkelijk inzet plegen. Dus je kunt militaire capaciteiten leveren. Dus als je meepraat, breng je ook wat mee. Inmiddels zijn we 2 jaar verder. De oorlog viert binnenkort zijn 2-jarige moment. Het lijkt niet heel erg op te schieten voor de buitenwacht. Er wordt geklaagd over wapens die wel worden beloofd, maar laat worden geleverd. Er wordt geklaagd over geld dat wel is toegezegd, maar niet is overgemaakt. Schiet het daar een beetje op eigenlijk? Ik denk dat we er echt anders naar moeten kijken. Want ik denk als je gewoon vergelijkt met waar we 2 jaar geleden stonden. Hè, toen stuurden we ineens met z'n allen, antitankwapens die je per militair handmatig moest afvuren. Op dit moment zijn we bezig met de gereedstelling van F-16's die we aan Oekraïne gaan overdragen. We hebben een groep van landen die hier samenkomen iedere 5-6 weken onder leiding van de Verenigde Staten. Er zijn meer dan 50 landen die Oekraïne steunen, die samenwerken om te zorgen dat er meer munitie wordt geproduceerd. Die capaciteiten leveren als tanks, die zorgen dat er ook reservematerieel die kant op gaat. We trainen Oekraïnse militairen met tienduizenden. Dat zijn dingen die we ons 2 jaar geleden eigenlijk niet hadden kunnen voorstellen. Het feit is, Oekraïne kan deze oorlog niet voeren zonder die steun. Feit is ook dat dat natuurlijk soms tot discussie leidt. Maar ja, wij zijn allemaal democratieën met parlementen. Dat is wel een stuk makkelijker dan hoe Poetin het heeft georganiseerd in Rusland. U zegt, Oekraïne kan deze oorlog niet voeren zonder onze steun. Maar Oekraïne lijkt de oorlog niet te winnen, ondanks onze steun. Nee, maar kijk, Poetin heeft geen een van zijn strategische doelen gehaald. Hij wilde natuurlijk gewoon Kiev innemen, daar een triomfparade, hoe heet dat, hebben. Het heeft allemaal totaal niet gelukt. Dus hij zit vast in een oorlog waarbij hij een deel van Oekraïne heeft weten te bezetten. Daar vervolgens zich volledig heeft ingegraven met mijnen en alles erop en eraan. Natuurlijk ontstaat aan dat ontzettend lange front een hele ingewikkelde situatie. Rusland heeft heel veel mensen. Mensenleven doet er blijkbaar niet toe. Hebben hun economie omgezet in een oorlogseconomie. Dus dat is ontzettend lastig voor Oekraïne om daar doorheen te breken. En sterker nog, op dit moment inderdaad, wordt er fors gevochten, maar lukt dat niet. Er zijn wel ook successen. Dus Oekraïne is erin geslaagd om eigenlijk die hele Russische Zwarte Zeevloot terug te dringen. Vorig jaar moesten we nog met de Russen een graancorridor uit onderhandelen. Inmiddels komt daar geen rust meer aan te pas. Want ze durven daar gewoon niet meer te varen. Want ze riskeren dat hun schepen tot zinken worden gebracht. Ook de Krim heeft behoorlijk onder vuur gelegen. Ze hebben hele belangrijke capaciteiten van de Russen uitgeschakeld. Dus je ziet qua kracht, ja, Rusland is een veel groter land.
en anders georganiseerd. Maar qua slimheid en innovatie hebben de Oekraïners hele bijzondere dingen gedaan die we ook niet van tevoren hadden voorzien. Maar begrijpt u dat mensen zeggen van ja, wanneer houdt het daar eens op en hoe komen we daar dan uit? Ja, nou, ik denk dat de Oekraïners en zeker degene die vechten aan het front zich dat nog veel meer afvragen. Ja. Want laten we dat niet vergeten, hè. Zij geven hun leven voor hun vrijheid. En wij geven hun materiaal. Dus natuurlijk vragen we ons dat allemaal af. En natuurlijk moet er ook een einde komen aan die oorlog. Maar ik denk dat Oekraïne heeft niet om deze oorlog gevraagd. Wij hebben niet om deze oorlog gevraagd. Dat is de keuze geweest van Poetin om dit te doen. En als hij in Oekraïne zijn zin krijgt, of deels zijn zin krijgt, dan is dit de eerste in een reeks. We hebben het al eerder gezien in Georgië. Moldavië. Hij kent dat zelf, hè? Ja, maar Georgië. Een interview gegeven waarin hij zegt van nee hoor, het gaat alleen om Oekraïne en heus, wees maar niet bang. Ja, nee, dat heeft hij gezegd, maar hij heeft ook wel heel veel andere dingen gezegd, hè, in het verleden. Hij heeft gezegd bijvoorbeeld dat het onbespreekbaar zou zijn dat Zweden en Finland lid zouden worden van de NAVO. Finland is inmiddels lid van de NAVO en Zweden staat op de drempel. Ja. Hij heeft eigenlijk ook gezegd dat hij vindt dat de uitbreiding van de NAVO, zoals we hem in het verleden hebben gedaan, dat hij ongedaan zou moeten maken en dat zou worden gemaakt. En dat bijvoorbeeld de Baltische Staten niks te zoeken hebben in de NAVO, want die horen tot de Russische invloedssfeer. Dus dat soort dingen heeft hij ook gezegd. Hij heeft toch denk ik een beeld, een visioen van herstel van het oude Russische Rijk. Of dat nou het tsaristisch Rusland was of de Sovjet-Unie. Maar daar wordt hij door gedreven, door revanchisme. En dat moeten we serieus nemen. We hebben dat in 2008 en in 2014 onvoldoende serieus genomen. En dit is het resultaat daarvan. Ja, ja. U zei net zelf al, er is een oplopende inzet van wapenleveranties aan Oekraïne. We begonnen met trainen en nu staan de F-16's klaar. Waar houdt het op? Is er een grens aan wat de internationale gemeenschap kan doen voor Oekraïne? Nou, als het gaat over wapens, conventionele wapens, trainingen, reserveonderdelen, zou er geen grens zijn, moeten zijn wat mij betreft. Ik vind dat echt heel belangrijk om dat te blijven doen. Ik denk dat we natuurlijk wel zijn geëvolueerd in hoe we dat doen. Hè. We begonnen natuurlijk met uit eigen voorraad leveren. We doen dat nu in samenwerking met andere landen, in samenwerking met de industrie. Hè. Dus ook we organiseren het heel anders. Omdat onze eigen voorraden op zijn natuurlijk. Omdat we ook onze eigen voorraden moeten aanvullen vooral. Ja. En onze eigen krijgsmachten moeten versterken. Dus we hebben het allebei nodig. Vandaar dat we zo met die industrie praten over hoe we die productiecapaciteit omhoog kunnen krijgen voor de langere termijn. U zei net, wij hebben niet om deze oorlog gevraagd. Er zijn politieke partijen die zeggen, maar we verergeren hem wel. PVV in de Tweede Kamer zei afgelopen week bij de behandeling van de defensiebegroting, wij provoceren Rusland door te doen wat we doen. En daarmee suggereren dat er wel degelijk een keuze is. Is het een keuze? Nou, ik vond dat een heel opmerkelijke uitspraak. U zegt opmerkelijk, maar u bedoelt iets anders volgens mij. Nou ja, kijk, ik zie gewoon, de PVV heeft 37 zetels gewonnen bij deze verkiezingen. Is de grootste partij in de Tweede Kamer. En sindsdien probeert Geert Wilders iets meer uit te stralen dat hij wel degelijk Oekraïne steunt in deze oorlog. Maar ik denk dat bij die begrotingsbehandeling door de woordvoerder van PVV de mensen hebben kunnen zien waar de PVV echt staat als het gaat over de oorlog in Oekraïne. En waar staat ze dan volgens u? Nou, dit was toch het geluid dat het Kremlin graag hoort. Daar moeten we denk ik gewoon eerlijk over zijn. Als je zegt het Westen provoceert Rusland, dan is dat precies een echo van wat Poetin ook zegt. Hij schooide het nog een schepje bovenop. Hij zei, door dat te doen wat wij doen, spelen we Russische roulette met onze nationale veiligheid. Ja, en ik vind dat echt een valse voorstelling van zaken. Dat suggereert een beetje alsof wij, als wij geen wapensteun zouden geven aan Oekraïne, zelf veiliger worden. En het omgekeerde is het geval. Dus dat realisme vind ik heel belangrijk om te onderkennen. Wij helpen Oekraïne voor Oekraïne, maar ook voor onszelf. En die afweging maken we ook. Dus als wij bijvoorbeeld Patriots leveren of nu de F-16's leveren aan Oekraïne, doen wij dat omdat Oekraïne sterker wordt en zich beter kan weren tegen Rusland. Maar we doen het ook omdat dat dit zich afspeelt op het Europese continent. Een grootschalige oorlog met loopgraven en drones, de nieuwe technologie en alles wat erbij komt kijken. En dat is wat ons te wachten staat als we hier niet verstandig mee omgaan. Zou u het willen omdraaien? Zou u zeggen dat de PVV Russische roulette speelt met onze nationale veiligheid? Nou, de PVV houdt mensen ook iets voor wat gewoon niet waar is. Hè? De PVV suggereert een beetje, als wij nou als Nederland zorgen dat we nog wat meer investeren in onze eigen krijgsmacht en vooral onze eigen grenzen bewaken, dan zijn we veilig. Maar ik denk dat mensen in Nederland zich heel goed realiseren dat wij vanaf het begin lid zijn geworden van de NAVO, omdat dat onze beste garantie is voor onze nationale veiligheid. En dat betekent dat onze grens dus niet begint bij de Nederlandse grens met Duitsland, maar bij de grens van Litouwen en Polen.
We hebben de laatste tijd gezien dat allerlei hoge militairen ook waarschuwen om waakzaam te zijn. Om op te letten, want het gevaar loert om de hoek. Maar hoe zorg je ervoor dat een samenleving waakzaam is als het enige wat mensen merken van de oorlog in Oekraïne de hoge gasprijzen zijn? Ja, nou, de mensen hebben denk ik ook gemerkt dat we erin geslaagd zijn om mensen te helpen met die hoge gasprijzen. Dat we er ook in geslaagd zijn om onafhankelijk te worden van het Russische gas. He, dus dat we ook leven in een land waar de overheid dat soort dingen kan doen. Inmiddels is het afgeschaft. Maar inmiddels hebben we ook geen afhankelijkheid meer van Rusland, he, voor dat soort zaken. Nee, maar dus, de energieprijzen zijn nog steeds hoog. Nee, zeker. Maar dat heeft natuurlijk. Je kunt zeggen dat komt door de oorlog. Maar die oorlog is begonnen door Rusland. Dus met andere woorden, het komt door de keuze van Poetin om Oekraïne binnen te vallen. En in die zin raakt het ons, maar het raakt ook onze manier van leven, onze vrijheid, onze veiligheid, onze waarden. Maar dat zegt u nou, het raakt onze manier van leven. Ik zie helemaal geen andere manier van leven op straat. Nee, ik begrijp nu wat u zegt. En sterker nog, ik ben nu ook een aantal keren in Kiev geweest. Daar hangt het ook vanaf. In Kiev kan je je ook voelen zoals in een gewone Europese stad. Alleen gaat daar wel het luchtalarm heel vaak af. En dat is denk ik, wij zitten wat verder af van dat deel van Europa. Dus ik begrijp heel goed dat de mensen in de Baltische Staten, in Polen en Finland bijvoorbeeld, dat veel meer op die manier ervaren. Maar het is niet zo dat wij hier veilig achter de dijken zitten. Wij zijn onderdeel van Europa, van de Europese Unie, van de NAVO. En het kan ons ook raken. En daarom is het zo belangrijk dat we dat budget hebben voor defensie. En ook dat we wat breder, want uiteindelijk gaat het niet alleen maar over militairen, maar het gaat natuurlijk over de hele maatschappij. En wat kunnen wij allemaal doen om daar een bijdrage aan te leveren? U zegt wij zijn niet veilig. Zo voelt het niet. Het voelt hartstikke veilig in Nederland. Ja. Nee, omdat je het in je dagelijkse leven misschien niet zo ervaart. Hè? We hebben hele lage werkloosheid. De trams rijden op treinen rijden op tijd. Ja. Maar waar zit de dreiging dan? Waar zit dat gevaar dan? Nou kijk, wat we zien is de oorlog. Hè? Dus we zien bij wijze van spreken de loopgraven en de beschietingen. Heel ver weg. Er zijn natuurlijk ook heel veel andere dingen aan de hand. Denk aan cyber. Hè? Daar moeten we iedere dag op letten, want we zijn ook kwetsbaar voor cyberaanvallen. Denk aan de ruimte, de satellieten en onze afhankelijkheid daarvan. Ook voor ons voedsel zijn we afhankelijk. Hè? Nu de Rode Zee, waar niet meer doorheen gevaren kan worden, dat heeft direct effect op goederen, die dus ook duurder gaan worden omdat ze moeten omvaren. Dat is minder zichtbaar, maar wel voelbaar. En ik denk dat het heel goed is dat mensen daarover nadenken. Hoe kan ik zelf opletten, ook voor bijvoorbeeld desinformatie? Heb ik mijn router thuis wel geüpdate en beschermd? Het zijn allemaal van dat soort zaken. En dat voelt niet als een dreiging, maar dat is wel degelijk een risico voor onze maatschappij. Maar het is ingewikkeld om dat uit te leggen als het enige wat mensen merken is dat de portemonnee dunner wordt. Want u zegt de prijzen van producten worden hoger omdat de leveranciers moeten omvaren. Stop die oorlog dan gaan de prijzen naar beneden. Ja, ik denk dat het, was het maar zo makkelijk, dan stopt de oorlog, ben ik het helemaal mee eens. Hè? Maar dat is natuurlijk iets waar dan de Russen voor moeten kiezen, of waar Poetin voor moet kiezen. En een wereld zonder oorlog is voor ons allemaal veel beter. Maar als we het nog wat breder trekken, hè, dus ik noemde al de Rode Zee. Het Midden-Oosten is op dit moment is natuurlijk ongelooflijk instabiel en heeft ook heel groot effect op de wereldeconomie. In de Sahel zijn in 3 landen coups gepleegd, is terrorisme echt een heel groot probleem. De mensen uit die 3 landen die gaan natuurlijk vooral naar de landen daaromheen. Hè. Dus als je het hebt over migratie, kijk naar de West-Afrikaanse kuststaten, die hebben daar enorm mee te maken. En daar worden de economieën daar ook door enorm door getroffen. Daar is grote armoede. Dat heeft ook weer effect op ons. En op migratie. Klimaatverandering, precies hetzelfde. Dus we hebben met een paar hele grote problemen te maken die impact hebben op Nederland. En ik denk in Nederland leven we inderdaad in een vrij land, in een relatief welvarend land. Maar waar we toch keuzes moeten maken. En daarom is het natuurlijk toch heel belangrijk hoe die formatie nu verloopt. Om aan dit soort om antwoorden te geven op dit soort vraagstukken. Maar ondertussen moet u wel als minister van Defensie die waakzaamheid op de een of andere manier tot leven brengen. En ons waarschuwen voor wat er aan zit te komen. Ja. Hoe doet u dat? Nou, en niet door mensen bang te maken. Dat heeft geen enkele zin en dat is ook niet nodig. Want we hebben, wat ik al zei, we zijn lid van de NAVO, we zijn lid van de EU. We zitten in dat grotere geheel. Maar we moeten wel onze verantwoordelijkheid daarin nemen.
En dat kan ik doen vanuit Defensie door te bouwen aan die krijgsmacht. Door te zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden, zodat we meer personeel erbij te kunnen krijgen. Door de goede investeringen te doen in het materieel voor mensen. En ook in de grotere wapensystemen. En alles wat daar omheen hoort. Want alleen kunnen we onze verantwoordelijkheid nemen. Dus dat is wat ik als minister van Defensie kan en ook moet doen. U kunt ook waarschuwen voor de PVV. Want u zegt wat er gebeurde deze week in dat debat in de Tweede Kamer, dat was gevaarlijk. U kunt ook zeggen, nou jongens, let even een beetje op, ga niet met die club in zee. Ja, nou kijk, wat mij opviel tijdens die verkiezingscampagne, is dat de oorlog in Oekraïne en eigenlijk sowieso de hele situatie in de wereld helemaal geen enkele rol heeft gespeeld. In geen één debat was dat een onderwerp van gesprek. En ik vond dat toen al jammer. Ik heb denk ik ook geprobeerd in ieder geval de momenten waarop ik iets kon zeggen, dat ook steeds te benadrukken. We hebben verkiezingen. Ik vond al dat die verkiezingen op een ongelukkig moment kwamen. Halverwege de kabinetsperiode. En op het moment dat er een grootschalige oorlog woedt op het Europese continent. Niet een ideaal moment om een politieke crisis te hebben en verkiezingen te houden. Maar als je dan verkiezingen hebt, ja, kijk dan ook met deze uitslag iets verder om je heen wat er aan de hand is. En nu deze uitslag met inderdaad een PVV met 37 zetels. Ja. Is dat gevaarlijk? Nou ja, het 37 zetels, dat zijn er dus geen 76. En dat betekent dat er de coalitie op de een of andere manier moet worden gevormd. En tot een paar dagen geleden waren daar 4 partijen mee bezig. Waarvan ik steeds heb gedacht dat 3 van de 4, die steunen gewoon onze steun aan Oekraïne. Die steunen versterking van de krijgsmacht. Dus daar heb ik op zichzelf vertrouwen in. Ik kan me niet voorstellen, ook niet met deze Tweede Kamer, dat de PVV een meerderheid zou krijgen voor de standpunten als het gaat over Oekraïne of als het gaat over meer budget. Dus het is niet gevaarlijk? Nou ja, het is wel wat in het verkiezingsprogramma staat van PVV. Dus ik hoop wel dat alle partijen die aan de onderhandelingstafel zitten daar goed op blijven letten. Let op onze zaak, let op onze nationale veiligheid. U zei net zelf al, de val van het kabinet in juli, die kwam ontijdig. Die kwam voor u ook te snel, neem ik aan. Wat heeft het gedaan met de internationale positie van Nederland? Dat u ineens demissionair was? Ja, nou, dat leidt natuurlijk tot vragen. Waarom? Hè? Wat was dan precies de reden voor deze crisis? En na de verkiezingen hè, ook wel uitleg over de uitslag van de verkiezingen. Maar tegelijkertijd merk je wel, als het gaat over defensie, als het gaat over, want de wereld draait door, hè, zou je letterlijk kunnen zeggen. En dat betekent dat een demissionair kabinet voor dat soort vraagstukken natuurlijk gewoon volop nog aanspreekbaar en verantwoordelijk is. Dus in die zin merk je er ook weer niet heel erg veel van. Er zijn niet ministers die tegen u zeggen van, wat is dat daar bij jullie? Kan je nog wel een beetje, heb je nog wel het gezag om beslissingen te nemen? Ja, het eerste deel van uw vraag wel en het tweede deel niet. Want dat heeft u nog. Ja, zeker. Ja, maar dat kan ook niet anders. En ik denk dat het goed is, dat hebben we ook gemarkeerd. Ook Mark Rutte heeft het gemarkeerd. Op dit punt kunnen we niet demissionair zijn. En we hebben bovendien de steun van de Tweede Kamer. Ja. Hugo de Jonge zei, naarmate je langer demissionair bent, word je het minder. Ja. Is dat bij Defensie ook zo? Of bent u eigenlijk helemaal niet demissionair? Ik heb vanaf dag 1 dat helemaal niet zo ervaren. Juist omdat, wat ik al zei, we hebben gezegd, we gaan vol door op die steun voor Oekraïne. Rutte heeft dat ook nog eens heel scherp gemarkeerd in een debat met de nieuwe Tweede Kamer. Als er een motie wordt aangenomen om de steun aan Oekraïne te verminderen of weg te halen, dan stapt het hele kabinet op. Ja. Nou, dat zei hij ook namens u. Zeker, ja. Nee, we hebben daar natuurlijk over gesproken. En zo voelen we dat en ervaren we dat. En de Kamer onderstreept dat ook keer op keer. Ook weer deze week bij mijn begrotingsbehandeling. Dus daar voelen we ons echt goed door gesteund. Maar het geldt natuurlijk ook voor alle andere ontwikkelingen in de wereld. Dat niemand dan zich afvraagt of die formatie een beetje opschiet of wat eigenlijk in Nederland aan de hand is. Nee, dat gebeurt gewoon en dan moet je handelen. Dan moet je je toe verhouden en dan moet je gewoon doen wat er moet gebeuren. Wij als waarnemers, als buitenstaanders, kijken naar een demissionair kabinet waarvan de onderlinge verhoudingen nogal verslechterd zijn, lijkt het naar buiten toe. Met name tussen D66 en de VVD is de liefde wel een beetje bekoeld. Kunt u nog met de premier door een deur? Absoluut, ja. Heel goed zelfs. Merkt u iets van die verslechterde verhoudingen? Of speelt dat vooral in de Kamer een rol? Ik merk het niet. U merkt het niet? Nee, als ik gewoon kijk wat ik moet doen. Ik heb natuurlijk heel veel werk met Mark Rutte samen. Ik werk nu veel met Hanke Bruins-Slot samen bij Buitenlandse Zaken. Ook met minister voor BOS. Dat zijn echt hele goede verhoudingen. Bent u bang dat Rutte weggaat? Of ik daar bang voor ben? Nou, daar ben ik sowieso niet bang voor. Maar
Ik weet wat er gezegd wordt over de NAVO. We gaan en u weet afwachten. Hoe het zit als minister? Nee, ik weet het niet. We gaan het zien. Er is natuurlijk niet een formeel traject of zo gaande. Er zijn alleen maar geruchten. Maar kan het? Zou het kunnen? Zou u in deze tijd de premier kunnen missen? Iemand met zoveel internationaal aanzien? Ik denk dat uiteindelijk is niemand onmisbaar. Dat is gewoon een feit. Ik vind het heel belangrijk wat voor afweging mensen maken over waarom ze kiezen om iets wel of niet te doen. Als voorbeeld misschien dat Sigrid Kaag nu VN-coördinator is voor Gaza. Dat juich ik toe, omdat zij echt de goede persoon op de goede plek op het goede moment is. En ik denk dat je er zo naar moet kijken. Durft u ook iets te zeggen over Ernst Kuipers, uw partijgenoot? Waarvan we nog steeds niet weten wat hij nou aan het doen is. Weet u dat wel? Nee, ik weet het ook niet. Is dat niet gek? Ja, maar goed, misschien moeten we ook afwachten totdat we het wel weten. En misschien blijkt het dan volkomen logisch te zijn. Maar kijk, mijn afweging, iedereen moet het voor zichzelf afwegen. Mijn afweging hierbij is, ik wil graag iets doen voor de publieke zaak. Daarom heb ik gedaan wat ik gedaan heb, tot en met dit ministerschap aan toe. En dat zal altijd mijn afweging zijn. Maar iedereen moet een eigen afweging maken. Je zou de redenering kunnen volgen dat als Rutte naar de NAVO gaat, dat hij daar voor Nederland ook heel belangrijk kan zijn. Dat zou best een plausibele redenering zijn, wat mij betreft, ja. U staat niet op de lijst voor D66. Zoals het er nu naar uitziet, komt D66 ook niet terug in de Trevenzaal. Hebt u toekomstplannen? Nee, nog niet. Nee. Nee, maar dat is ook wel, kijk, dat is ook wel logisch. Ten eerste heb ik mijn handen vol aan mijn werk nu. Ik neem dat heel serieus. Ik vind het ook een zware verantwoordelijkheid. Ik heb bewust besloten om niet op de lijst te staan, anders dan als lijstduwer. En dat betekent dat pas als het klaar is klaar en dan ga ik wel kijken wat nu. En u gaat niet eerder weg? Nee, daar zie ik helemaal geen enkele aanleiding voor. Kijk, ik vind het altijd heel lastig om heel absoluut daarin te zijn, omdat niemand weet hoe lang deze formatie duurt en niemand weet wat er tussentijds gebeurt. Maar wat ik al zei, ik neem mijn verantwoordelijkheid heel serieus en ik vind het heel belangrijk om dit te doen. En ik doe het bovendien ook nog eens heel graag. Okay, hartelijk dank. Graag gedaan. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.